Ik ben op bezoek bij Ilaat op het oude Kema-terrein. Heel veel laadpalen, alle verschillende soorten modellen. Er komt hier een soort laadpalenmuseum, want dit is een testlab. Kijk, dit wordt nou gewoon het museum. Alle laadpalen die ooit in Nederland hebben. Ze hebben een BYD, Golfje, een Opel. Wow. Maar dat is wel de oude Opel. Natuurlijk de Nissan Leaf en nog een Volkswagen. Maar we gaan nu even uitproberen wat ze vinden van de model. Dat is makkelijk genoeg. Kijk, mooi hier die collega. Even met beide handen aan het stuur en 1, 2, 3 zo hard mogelijk indrukken. 1, 2, 3. Ja. Oké. Om even te bewijzen, ja, dat weten deze mensen al, dat elektrisch rijden niet flauw is. Hoe voelt dat daar? Ja, helemaal top. Ja, oké. Zo, handen los. Heel goed. Je ziet er heel relaxed uit. Je hebt ook alle vertrouwen in. Ja, dus dit is zeg maar mijn nieuwe intro. Ja. Oh, wat eng. Ja, gaat er goed langs. Deze moet je zelf doen. Okay, moet je gewoon gaan sturen. Ja. Wat een vertrouwen heb jij erin, hè? Wat een vertrouwen om dat over te geven. Ja. Kijk, daar moet hij gaan stoppen. Geloof je dat? Okay. Ja. Hier hoeft iemand niet te rijden, want je hebt overal in gereden. Zelfs in de Model 3. Zelfs in de Model 3. Robin en hij zijn de enigen die in de Model 3 hebben gereden. Wat vond je ervan? Ja, echt gave auto. Heel gaaf, heel compact. Ja. Spoot ook. Het was natuurlijk bijzonder in de SpaceX fabriek. Ja. Wanneer ga je een auto testen in een raketfabriek? Oké, dus dat is eigenlijk veel leuker dan deze Model X. Dit is eigenlijk een beetje een saaie auto vergeleken met de Model 3. Ja, het is een beetje 2017 dit. Komt in 2019 naar Nederland. Niet eerder, denk ik. Was het nog meer leuk met die Model 3? Het is een wat kleinere auto aan de buitenkant, maar is even groot bijna als een Model X of een Model S. Jij met je 2 meter, geen probleem? Nou, kijk maar, hier gaat het hartstikke goed. Maar ook vorig jaar in die Model 3 in Californië ging perfect. Je houdt wel van hard rijden, hè? Ja, ik vind het helemaal geweldig. En hoe vind je dat zelfrijdende auto, dat hij dus zelf rijdt? Ik vertrouw het helemaal dat ik nog te doen. Ja, het is toch een beetje eng, hè? Maar nou, hij heeft andere marges dan dat je zelf zou hebben. Ik vertrouw het.